Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Young Pipe Systems. In deze aflevering gaan we zien wat duurzame drukinkt is bij Green for Print. En halen we energie uit de bodem met Innotherm. Maar als eerste gaan we het Banbos in. Gerealiseerd door Banbouw en Elewoude. Mijn naam is Roelkie Vellers en dit is Green Project. Je hebt traditionele bouwbedrijven en je hebt moderne bouwbedrijven. Banbouw is een multidisciplinair bouwbedrijf met een passie voor creëren. Zij zien dat je als modern bouwbedrijf oog moet hebben voor toekomstige generaties. En in die optiek hebben zij het Banbos gecreëerd. De man achter deze visie is Jacques. Als ik denk bouwbedrijf, dan denk ik, jullie komen met een plan, een fantastisch project en dat leggen jullie voor aan de klant. Maar jullie doen het anders. Dat klopt. Dat is de traditionele manier zoals jij hem aangeeft. Wij zien dat anders. Wij halen de klant naar voren toe en bij het ontstaan van het plan nemen we de klant direct mee. Zodat we een eindproduct kunnen realiseren dat op maat is voor die klant. Wow, kijk nou. Dat zou je echt niet verwachten als je beneden bent. Je hebt het zakelijk gedeeld en dit is echt zo van, oké, hier kunnen ideeën tot stand komen. Dit gaat voor de ontspanning. En vanuit de ontspanning kun je ook iets verkopen. Inspiratie, je voelt het gewoon. Je voelt het gewoon hier. Kijk. Ja, want duurzaamheid is een speerpunt van jullie. Jullie denken heel erg na over toekomstige generaties. En hoe uitzicht dat dan in concrete plannen? Nou ja, daar komen we op het Banbos terecht. Dat hebben wij geïnitieerd omdat wij vinden dat we ook iets na moeten laten voor de nieuwe generatie. Maar hebben jullie dan daadwerkelijk een bos gebouwd? We hebben eigenlijk geen bos gebouwd. We hebben een landschap ingericht en een onderdeel daarvan is een bos. Maar daarnaast vind je daar ook paden, daar vind je weiden, daar vind je water. Je vindt daar alles terug wat in een natuurlandschap thuis hoort. Nou, we zijn hier op een plek, hier hebben we elzen aangeplant. Nou, je ziet er eentje voor ons staan. Hij is vorig jaar aangeplant, toen was hij nog maar 30 centimeter hoog en nu zie je dit. En waarom hebben jullie dit aangelegd? Als onderdeel van de natuurontwikkeling. Ja. Het is een ecologische verbindingszone. In Brabant heb je EAS, ecologische hoofdstructuur. Dat zijn gebieden die natuurgebieden met elkaar verbinden. Een van de onderdelen van de Banbos is dit bos en het versterken van die ecologische verbindingszone. Ja, we staan hier op de Hooidonksbeek. Dit is onderdeel van het plan. Ik zei al, de ecologische verbindingszone die we hier hebben, die hebben we versterkt. En een onderdeel daarvan is dat we de taluten glooiend hebben gemaakt, zodat het een ecologische, sterkere verbindingszone is. En zo vredig hier, zo. Het voelt echt gewoon natuurlijk. De natuur voelt hier natuurlijk. Natuurlijk. Banbos is een succes, ziet er fantastisch uit. Smaakt dat naar meer? Hoe ga je de toekomst in? Zeker. Het is ontstaan, het idee bij het Banbos. Inmiddels zijn we het aan het doorontwikkelen. Willen we een fonds op gaan richten, het Banfonds. Vanuit dat fonds willen we dus op meerdere plekken, in ieder geval waar wij nieuwe dingen creëren, ook toegevoegde waarde gaan leveren in de vorm van natuur. Je drinkt argeloos een kopje thee. Maar dit is inkt en dit is inkt. En heel vaak kan die inkt in contact komen met voedingsmiddelen. Green for Print heeft een inkt ontwikkeld met het hoogst haalbare percentage biogrondstoffen in een product. Zijn we de enige die inkt produceren die biologisch is? Er zijn meerdere producenten zoals ik al zei, maar die hebben dan bijvoorbeeld de minerale olie vervangen door plantaardige olie. Denk daarbij aan palmolie, sojaolie. Dat is natuurlijk niet echt duurzaam. Wat wij dus gedaan hebben, al die 16 componenten zijn vervangen door biologische componenten en daardoor zijn wij de eerste en enige kredel-to-kredel inkt ter wereld. Ter wereld? Ja. Alle 16 componenten vervangen? Alle 16. In Nederland? Eerste ter wereld. Waanzinnig. Raar! Hoeveel verpakkingen moet je kijken? Alles is verpakking. Overal zit kleurstof in. Alles kan potentieel schadelijk zijn. Ja, eigenlijk is het belachelijk dat in een industrie, de voedselindustrie, waar alles draait om duurzaam, je verpakkingsmateriaal zou kunnen gebruiken met inkt die schadelijk kan zijn voor je gezondheid. Hier worden producten gemaakt voor de voedselindustrie. Het zou dus voor de consument eigenlijk als vanzelfsprekend moeten zijn, een automatisme moeten zijn dat hij ervan uit kan gaan dat de producten die hier vandaan komen veilig zijn voor zijn gezondheid. Die inkt is gewoon nummer 1 prioriteit.
Absoluut. Wauw, kijk nou, jongen. Waanzinnig. Dit zijn eigenlijk natuurlijk alle basiskleuren. Hier kun je alles mee drukken. Alle kleuren, alle combinaties. En in deze inkt hier, als je die aanruimt, hier zitten dus die 16 bestanddelen in die allemaal biologisch zijn. Ja, ja. Ruikt ook lekker. Ik vind ook een gevoel dat als de kleurstoffen schoon zijn, dat je in een milieu werkt waar het ook schoon is. In plaats van al die gifstoffen. Jullie zijn voorlopers in de industrie. Ja, klopt ja. En waar wil je uiteindelijk naartoe? Waar moet het heen? We hebben natuurlijk een visie waarin we, gebaseerd op de drie pijlers die we als Green Footprint hebben, gezondheid, duurzaamheid, ecologie, willen wij optreden als kennispartner. En we willen de consument, maar ook de grafische industrie, bewust worden voor datgene waar ze mee bezig zijn. En de functie die we daar met z'n allen in hebben. Gewoon de wereld met z'n allen een stukje duurzamer maken. Eigenlijk moet alle inkt 100% biologisch, alle bestanddelen, helemaal cradle to cradle, zodat iedereen die een verpakking aanraakt, die wat eet uit de verpakking, er 100% van uit kan gaan, dat het gewoon geen schadelijk gevolg heeft. Dat zou absoluut het meest wenselijke zijn. Eén keer in de zoveel tijd kom je een ondernemer tegen die zijn business laat spreken vanuit zijn hart. Vanuit de gedachte dat hij kinderen heeft en nadenkt over de toekomst, wil hij ervoor zorgen dat de wereld mooier en beter wordt. Cubic maakt systeemwanden en glaspuien van de toekomst. Doel, instappen. En waar zijn we dan nu precies? We zijn hier in de voormalige Baroniefabriek, de chocoladefabriek in Alphen aan de Rijn. In deze voormalige fabriekshal met een vrij grote plafondhoogte hebben wij alle glaspuien hier gemaakt. Goeiedag. Goeiedag. Hallo. Dan kwamen we even de prachtige pui bewonderen van Cubic. Ja, welkom. Hoe bevalt het? Goed. Ja, we zitten sinds kort in het pand. En bevalt goed. En het ziet er allemaal strak uit. Alle deuren, ongeacht het formaat van het kantoor, zijn hetzelfde. Dus prima. Ja, helemaal super. En jullie gebruiken diverse maten glas. Hoe doen jullie dat met het glas? Maar snijden jullie dat zelf? Laten jullie dat aankomen? Hoe? Nee, dat glas wordt volledig bij ons in de fabriek gesneden en geslepen. Vroeger kochten we het op maat in. Werd het vanuit die fabriek werd het naar een andere fabriek gebracht met heel veel transport. Nu komt het in één keer direct vanuit die fabriek hier aan en wordt het hier op maat gesneden en daarna geslepen en gaat het bij ons direct naar de buiten. Dus dat scheelt heel veel transportkosten. Heel veel, dat is beter. Heel veel transportkosten, dus ook CO2-uitstoot. En het is gewoon een heel stuk sneller. Jullie zijn cradle to cradle brons gecertificeerd als eerste ter wereld, hè? Ja, in de systeemwanden. En het lastige daarvan is omdat je heel veel verschillende onderdelen in je systeem hebt zitten. Al die onderdelen die zijn gescreend op het feit dat de onderdelen 100% herbruikbaar zijn en bewezen niet toxisch. Lijkt zo moeilijk. Lijkt een beetje op mijn voortuin. Alleen iets meer kleurtjes. Ja, inderdaad. Wij scheiden al het afval direct bij de verwerkingsplek op de bouw. Maar dat doet toch iedereen? Nee, dat doet niet iedereen. Dat doet niet iedereen? Dat doet niet iedereen. Wij zijn een van de weinigen die dat doen. Wat is nou jouw filosofie een beetje achter de producten die jij levert? Continu zijn we bezig met concepten te bedenken. Nou, dat doen we, heb je dus met dat cradle to cradle, met je vrachtwagen, met het cubic recycling concept, met zelf het glas snijden. Nou, als je naar dat soort items kijkt, ja, dan zijn we klaar om in de toekomst daarin verder te gaan. Stel dat iedere ondernemer dezelfde filosofie zou hebben als Kim. Het hart op de juiste plek en prachtige producten maken. Goed voor mens, goed voor milieu en goed voor de toekomst. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Young Pipe Systems en Kuipers Drinkwater Security. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Young Pipe Systems en Kuipers Drinkwater Security. Dit is een legionella bacterie en die wil je niet in je drinkwater hebben. Om dit te voorkomen heb je de hulp nodig van een expert. En ik ben vandaag op bezoek bij de pionier,
de allereerste officiële adviseur op het gebied van drinkwaterveiligheid en legionella preventie. Zijn naam is Oets Kuipers van Kuipers Drinkwater Security. Wat is nou precies legionella? Legionella is een staafachtig bacterie, kun je vergelijken met een worm. En die komt in alle soorten zoetwater in Nederland voor. En als hij in het drinkwater terechtkomt, ja, kunnen we daar zeer ernstig ziek van worden. In het ergste geval kunnen we daar dan overlijden. Ja, want wat je natuurlijk eigenlijk wil, is dat het drinkwater zo schoon mogelijk door die leidingen gaat. En dat is natuurlijk een hele zorg. Want we hebben in Nederland nog wel een aantal gevaarlijke toestellen, waardoor het drinkwater kan vervuilen. Kun je daarvan een voorbeeld noemen? Nou, hier zie je een voorbeeld van een kraan die in elk gezin voorkomt en waarop een vaatwasmachine is aangesloten of een wasmachine. Maar we doen daar tabletten in, schoonmaaktabletten, desinfectanten, verontreinigingen ontstaan daardoor. En die willen dan terugstromen in de installatie. En daar hebben we een klep voor bedacht en die zorgt ervoor dat die verontreiniging tegen wordt gehouden. Dus dit principe zit eigenlijk in al deze beveiligingen? Naarmate de risico's voor verontreiniging groter worden, wordt de beveiliging zwaarder. Maar waar zijn dan de risico's echt het allergrootst? Bij risicovolle installaties. Bijvoorbeeld bij sauna's, bij zwembaden en niet te vergeten bij zorgcentra. Nou, hier zie je een voorbeeld van een industriële vaatwasmachine. Met zo'n machine kunnen dus hoge risico's ontstaan voor verontreiniging van de installatie. En daarom hebben we hier dus specifieke terugstroombeveiligingen laten aanbrengen. Waarbij wordt voorkomen dat de installatie wordt vervuild. Dat is een goed voorbeeld. Het systeem is perfect, geïmplementeerd en het werkt. Maar hoe zorgen we ervoor dat in de toekomst het veilig blijft? Er is een app ontwikkeld waarmee de klant voor een deel zelf de beheersmaatregelen kan uitvoeren en een deel de installateur. En wat ben je nu aan het doen? Ik ben nu de koudwaterleiding aan het spoelen. Je laat hem lopen om als het ware het stilstaande water weg te laten. En hoe weet je nou precies wanneer het genoeg is? Op het moment dat de temperatuurmeter onder de kraan wordt gehouden, dan zal vervolgens de app zelf aangeven wanneer er voldoende water is uitgekomen. Oh, en dat is nu. Ja. Eigenlijk op elk moment weet je precies of het systeem veilig is en of voor de bewoners veilig is om de kraan of welk water dan ook te gebruiken. Ja. En die data komt dan bij jullie? Dat is correct. En mochten er overschrijdingen zijn, dan ondernemen we gelijk actie. En op die manier beperk je dan het risico op legionella. Dat klopt. Daarom is deze man de pionier. 20% van alle energie in de EU heeft te maken met klimaat binnen gebouwen. Dat wil zeggen comfort. Van koud naar warm en van warm naar koud. Dus daar is waanzinnig veel winst te behalen. En dat is precies de core business van Carrier. Het nieuwe verwarmen is eigenlijk een manier van verwarmen waarbij we niet warmte opwekken door fossiele brandstoffen te verbranden, maar waarbij we de warmte verplaatsen van een lage temperatuur naar een hoge temperatuur. Heel mooi, warmtepompen. En het is altijd efficiënter om via een warmtepomp te gaan dan via een ketel. Maar als je normale temperaturen hebt waarbij je in Nederland heel goed kan verwarmen, dan is het eigenlijk altijd een factor 20-30% beter en vaak nog veel meer. 20% is wel heel veel, hè? Ja, dat is echt gigantisch. En dat zit hem eigenlijk in de verwarming die we iedere dag gebruiken, zeker in een land als Nederland. Een gedeelte in de koeling, zit meer in de andere landen. En we moeten daar wat mee. En behalve dan zeg maar deze kleine pompen, ja. Hebben die ook die hele grote? Ja, en deze kennen we. Onder andere toch? Absoluut, zou je denken. Aan de buitenkant lijkt het een bekend verhaal, maar dit is wel een hele nieuwe techniek. Dit is een nieuwe compressor. Dat is een groepcompressor die we juist gebruiken in die hele grote gebouwen. Maar het innovatief van deze machine, deze compressor, is het koude middel erin zitten. Het koude middel draagt bij aan het broeikaseffect. En dit koude middel draagt zo goed als niet bij aan het broeikaseffect. Deze jongen zit dus een middeltje. En wat is het effect daarvan? Eigenlijk, om het even aan te duiden, normaal koude middel vergelijken wij vaak met CO2. Ja. CO2 heeft een bijdrage broeikaseffect. Ja. Een koude middel heeft daar een veelvoud van. Zoals? Tot 2000 keer zo hoog als CO2. Ja. En het koude middel hierin is gelijk tot zelfs een fractie kleiner dan CO2. Dus de impact is eigenlijk niet heel. En deze komt wanneer op de markt? Zou volgend jaar beschikbaar moeten zijn. Dan stapt iedereen over op dit? Lijkt mij wel. Lijkt me een slimme keuze. Goed rendement en milieuverantwoord.
iedereen die nu aan het bouwen is, grote gebouwen, stop, wacht even, deze op de markt is. Ik ga nu naar een virtueel gebouw van UTC. Het is de moedermaatschappij waar Carrier een onderdeel van is. En heel dit gebouw hangt vol met toepassingen van al die bedrijven die daaronder hangen. De smart building. Wow. En? Nou, dat is helemaal te gek. En is dit een voorbeeld van een smart building? Dus eigenlijk in het grote gebouw, wat ik net zag, dat virtuele gebouw, ja. Dan praten al die dingen ook met elkaar. Al ja, die verschillende elementen. Je zag dat je door die poortjes binnenkwam. Ja. En die poortjes weten dan al dat jij het bent. En dan kom je in je ruimte en is het comfortabel. Visualiseren, mensen meenemen in ons verhaal. Waar gaan we naartoe? Fantastisch. Ik ben hier in Rijkenvoort. En in Rijkenvoort hebben ze eerbied voor het verleden. Niets hier is jonger dan 1982. Maar hier in Rijkenvoort zijn ze ook bezig met de toekomst. De jongens van Innotherm halen hun energie uit de grond. Geert, middag. Gefeliciteerd man. Ja, dankjewel. Ik heb begrepen dat jullie niet gekozen hebben voor traditionele verwarming met een cv-ketel. Ja, wij hebben met het bouwen van het huis eigenlijk gelijk voor gekozen voor een duurzame oplossing. Dus wij maken gebruik van bodemenergie. Wij verwarmen de 3 etages met vloerverwarming. Wat zijn dan bijvoorbeeld ook de voordelen? Nou, de voordelen zijn onder meer de maatlasten. De buren betalen bijvoorbeeld 120 euro in de maand. Nou, wij zitten met 40 euro aanzienlijk lager in de maatlasten. Waar regelen jullie dan de temperatuur hier? Nou kijk, dus jullie hebben ook gewoon een thermostaat. De traditionele manier. Dus eigenlijk voor de gebruiker, voor jou als consument, verandert eigenlijk niks, behalve dat je weet dat je duurzamer bezig bent. En daarnaast komt er nog een stukje comfort bij. In de zomerdag, als het warm is buiten, kunnen wij het huis ook nog koelen op alle 3 etages. Staat hij wel aan? Ja, hij staat gewoon aan inderdaad. Ja. Voor helemaal niks? Nee, en daar zijn wij ook wel heel erg blij mee. Want omdat je er ook niks van hoort, zou je bij wijze van spreken zomaar een bed naast kunnen zetten. En je hoort er niks van. Als je hierop klikt op de informatie, dan kan je hier alle informatie zien hoe het in werkt. En hier kan je ook alles op bedienen. Oké. Okay. Maar dan moet je steeds naar zolder toe? Nee, dat hoeft niet altijd. Op een tablet kan je eigenlijk ook op afstand. Dus thuis beneden op de bank kun je eigenlijk ook alles bedienen. Energie uit de bodem. Ja. Hoe doe je dat? In de grond worden een aantal zondes aangebracht. Tot bijvoorbeeld 100 meter diepte. Daar stroomt een watermengsel doorheen. Het water is ongeveer een graad of 10. En die warmtepomp die zorgt dat die van die 10 graden maakt die 40 graden water. En in de zomersituatie dan schakelen we het warmtepompgedeelte uit. En met die 10 graden uit de bodem kunnen we woningen verkoelen. De investering in dergelijke systemen ligt natuurlijk wat hoger dan bij traditionele systemen. Maar gelukkig hebben we onze overheid op dit moment. Die stimuleert dat zelfs in de vorm van subsidies. Dus een startbedrag voor een subsidie van een woonhuis is 2800 euro. Dus dat is wel serieus geld. Kijk, daar zijn sommige mensen ook wel gevoelig voor. Ik wil een huis bouwen. Zo'n mooi huis als deze. Ik wil jullie systeem. Wat moet er als eerste gebeuren? Nou, als allereerste moeten we de grond in met deze leidingen. Die moet de grond in? Die moet 100 meter de grond in. Dan gaan we boren. De slang moet goed vastzitten, want anders loopt het hele project in duigen. Het kan! Dus bij Innotherm plaatsen ze de warmtepomp en ze boren de bron. En dat is uniek. Je ziet ze vaak niet, maar ze zijn overal. Leidingen. Grondwaterleidingen, afvalwaterleidingen, gasleidingen. Leidingen moeten ook duurzaam zijn. De Jong Pipe Systems is een expert op dat gebied. En het materiaal dat zij gebruiken, polyethyleen. Wow, PE Walhalla. De grote vraag is natuurlijk, waarom PE? PE is zo'n fantastisch materiaal, echt waar. Het is heel flexibel. Het is duurzaam. Verbindingstechnieken zijn heel simpel. Door middel van smelten zet je ze in elkaar. En dat kan hele hoge drukken hebben. Het heeft een hoge resistentie. Het is gewoon een perfect materiaal. En het is duurzaam. En het is duurzaam. Dit is het. Polyethyleen. De basisstof. En wat wordt hiervan gemaakt? Dit soort bad boys. Wat is dit? Dit is een grote buis. 1100 mm doorsnee. 1,10 meter. En dat is voor een persrail. En hoe lang gaat dit worden? Uiteindelijk 230 meter. 230 meter? Ja. Wauw. En dan in lengtes van 20 meter. Het zijn een hoop mannetjes.
heel veel ruimte voor. Dan zijn deze twee stukken aan elkaar gelijmd of versmolten als het ware. Ja, gelast. Gelast heet dat. Ja. Maar heb je nou geen risico dat het weer loslaat? Nee, nee. De plaatsen van de las is sterker dan op de buis zelf. Oh, omdat het dikker is. Ja, en je voegt ook geen materiaal toe. Het is puur het eigen materiaal wat tegen elkaar smelt. De klant heeft bepaalde specificaties, bijvoorbeeld deze buis. En wat gebeurt er dan? Deze tekeningen hebben wij gemaakt aan de hand van die eerste tekening. Want dat is een heel ingewikkeld stuk met heuvel, bochten, T-stukken. Dus dat is allemaal moeilijk op locatie aan elkaar te maken en te lassen. Dat is heel ingewikkeld. Dus maken wij een tekening. Zo kunnen we het eenvoudig prefabben in de werkplaats. En zo aanleveren hoeft hij alleen maar te monteren in de grond. Klaar. En waar zit hem de duurzaamheid dan precies in? Er liggen een heleboel rioleringsstelsels, gasleidingen, drinkwaterleidingen in Nederland die oud zijn, die moeten vervangen worden. En dat is echt duurzaam. Deze PE-leidingen die gaan bijvoorbeeld 100 jaar mee. Dit is een heel nieuw type buis. Die gaan we in de bestaande buis trekken. En uiteindelijk wordt die door stoom wordt die opgeblazen, zodat je een nieuwe inwendige buis krijgt. En dat is duurzaamheid. En dan kan die oude buis weer minimaal 100 jaar mee. Als het ware een buis in een buis. Een buis in een buis. Een close fit systeem heet dat ook. Ja. En je hoeft geen straat over te breken, dus alles blijft intact. En dat is het voordeel. Gemeente geen overlast en je hebt een nieuwe buis. Dat is briljant dit. Wie had 100 jaar geleden ooit kunnen denken dat alle buizen in de grond vervangen zouden worden door deze jongens? Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Young Pipe Systems.